Chris en Lies gaan weer op pad voor aparte klassiekers. En dan bedoelen we auto's die wij ook nog nooit gezien hebben. En waarschijnlijk u ook niet. En dat is eigenlijk wel even leuk om dat te laten zien. Het is 30 juni en we zijn net boven Parijs in Frankrijk. En het heet hier Chantilly met dat hele fantastische kasteel. Best een heel leuk beeldje hier natuurlijk. Wanneer zie je nou dat een Mercedes CLK DTM gesleept wordt door een Mini Moke? Zie je nooit meer. Al met de eerste aparte die we nog nooit gezien hebben. En dat is een auto die was wel belangrijk in de racegeschiedenis van Aston Martin. Het is dan ook een DB4 GT Zagato. 3,7 liter motor, 6 cilinders. En dat betekent dus dat hij ontworpen is door een Italiaan, Zagato. Hele aparte beleiding. Ik kan ook wel zien dat het echt een Zagato is. En in deze Berlinette uitvoering is het wel een hele aparte auto. Want dit is een auto die heeft meegedaan in 1961 aan de 24 uur van Le Mans. Wil je nog een heel leuk detailje zien, dan zie je hier dit lampje zitten. En dat schijnt dan 's nachts op dat nummer natuurlijk. Want je moet wel de score bijhouden van de mensen die racen. In front of the opera with this car as well. This one is pretty much our latest production car. En dan denk je dus dat je alles een beetje wel gezien hebt. En dan kom je dit tegen. Nou, zie je zo die zijkant en daar die ribbeltjes. En als je zo dit zijkantprofiel ziet, dan denk je dat dat een toch wel iets heeft van een deux chevaux, zo deze zijkant. Is ook zo. Maar als je verder gaat, moet je niet meer praten over een deux chevaux bij deze auto. Want dan praat je over een auto dat, ja, hij heeft wielen, hij kan ook rijden. Hij is ook bedoeld als auto. Maar eigenlijk is het alleen maar een kunstwerk. En dan in Art Deco-stijl. Uit 1935. Welke waanzinnige details heeft deze auto? En dat komt eigenlijk omdat hij ontworpen is door Gabriel Voisin. En die man die had heel veel historie in vliegtuigen. Nou, dat kan je in deze auto terugvinden. Echt waanzinnige details erin. Wat te denken bijvoorbeeld van deze voorruit. Die zit niet in de rubber. Nee, het rubber zit achter de voorruit. En het glas is hier tegenaan geschroefd. De ruitenwissers, gaten gemaakt in de voorruit. En daar loopt dat helemaal vrijstaand, loopt dat hier doorheen. Wat te denken van grote scharnieren? Nee, dat is ontsierend, dat moet je nooit doen. Dan neem je gewoon pianoscharnieren natuurlijk. Heb je een leuk stripje nodig aan de zijkant, dan doe je dat zo helemaal rond die bumper voor en achter. Maar dat laat je ook hier op die dorpel, in die prachtige profilering, laat je dat doorlopen ook aan de zijkant. Hij heeft ook een open dak. En waarschijnlijk is dit, gezien de tijd, toch wel het meest waanzinnige schuifdak wat je kunt bedenken. Het is van staal, maar stel je voor, het dak is dicht. Dan zitten er bovenin drie ruitjes, waardoor als het regent, heb je wat meer licht in die auto nodig, want het is donkerder buiten. Die drie ruitjes die zorgen dus een soort panoramadak, dat je meer licht binnen hebt. Schuif dat dak nou open, kan je hem in verschillende posities, kun je hem ook open laten staan. Kleine achterlichtjes, maar die zetten we ook nog op de achterschermen natuurlijk. Hier ook kleine achterlichtjes, naast de nummerplaat. Heel doordachte auto. Er zijn er ook maar 8 van gemaakt, meer niet. Als je nou wil praten over een prijs, ja, denk dan aan rond 2, 3 miljoen. Maar dit zie je ook in deze tijd. In een vroegere tijd was dit zo'n afwijkende auto van alles wat er was.
ook het interieur. Als je die stof ziet met die werking erin, helemaal in Art Deco stijl. Hier word je echt stil van. Ik dat die meneer Vazijn natuurlijk heel veel van vliegtuigen wist, wist hij ook veel van auto's. Want deze auto heeft ook al voor en achter een separaat regelbare demping voor als je in de stad rijdt of op de buitenweg of op dat het nog wat harder kan, dat je die vering en die demping optimaal af kunt stellen, ook voor je wegligging natuurlijk. Heeft hij ook heel, van die hele mooie schijven hier op de wielen zitten. Hij heeft natuurlijk altijd één nadeel. Hoe ga je bandenspanning controleren? Nou, daar heeft die meneer Van Zijn natuurlijk ook aan gedacht. Want hier in dit gaatje, daar zit gewoon het ventiel doorheen. Dus wil je je bandenspanning controleren? Geen probleem natuurlijk. Hier is in Chantilly ook een veiling geweest van Bonhams. En dan gaan we nu even een paar autootjes uitpikken. Nou, u weet, wij zijn helemaal gek van strandauto's. En nu hebben we er eentje gevonden, die hebben we nog nooit gezien. Schrik niet van het productieaantal van deze auto, want dat was er slechts één. Hij stond op de Turijn Motorshow in 1965. En het is wel een heel apart ding hoor. Met aan die zijkantjes zo met die bumpers in hout verwerkt. En zo'n auto heet dan Elegance Voiture de Plage. Nou, naam hoort er helemaal bij natuurlijk. Rieten stoeltjes weer natuurlijk. En deze auto had een verwachte opbrengst van 75.000 tot 105.000 euro. Ja, u hoort het goed. 75.000 tot 105.000 euro. Hij heeft opgebracht 74.000 euro. En dat voor een auto met als basis een Fiat 500 techniek en onderstel. Maar wel een carrosserie van Sagio uit Turijn. Geen aparte auto natuurlijk, zo'n Deux Chevaux 6 Charleston, maar wel een leuk verhaaltje er weer bij. Die is hier ook verkocht en dat is een auto die is ooit geleverd door Van Leeuwen in Delft. Ja, Nederlandse dealer. En die is in de tijd verhuisd naar Engeland, die auto. En die is nu vanuit Engeland hier aangeboden in de verkoop. En het aparte erbij is, hij is slechts gereden vanaf nieuw 223 kilometer. Is nu verkocht hier voor 14.000 euro. Een Volkswagen Samba bus met 21 ruiten en een grote schuifdak erin. Uit 1965. Heel mooi gerestaureerde auto. En heb je nou als Fransman een heel groot gezin en je wilt toch naar Disneyland op zondag in Parijs, dan neem je natuurlijk deze. Die is verkocht voor 90.000 euro. Een Porsche 356B Super Cabrio met een 90 pk motor uit 1961. Een hele mooi gerestaureerde auto, ook in een mooie kleurencombinatie. Perfect gerestaureerd, heeft hier opgebracht 120.000 euro. Een auto die ook wel opviel was deze Bentley met een Corinthian carrosserie uit 1935. En ook een hele mooie auto in een mooie kleurencombinatie. En ja, eigenlijk viel de prijs mij wel een beetje mee, want die ging voor 127.000 euro. En een hele mooie auto. Met toch een hele aparte carrosserie er weer op. Ben je nou vol frisse moed en je hebt een heel groot uithoudingsvermogen, dan zou je overwogen kunnen hebben om deze auto te kopen. Het is eigenlijk de enige auto die hier verkocht werd als zijnde een werkpaard. Deze Peugeot Eclipse van 1936 met heel veel werk eraan, maar wel met een ijzeren dak in die carrosserie, waarbij je dus eigenlijk de voorganger had van de Mercedes SLK. En dit was de eerste auto met een hard dak die helemaal in de carrosserie verdween. Hele aparte auto en er zijn er ook heel weinig van gemaakt. Denk aan 32 stuks. En wat brengt die dan op als je nog zoveel werk moet verrichten? Nou, als je deze dan gekocht had voor 60.000 euro, dan kan je echt wel je uithoudingsvermogen testen.
een Ferrari Interstabilimenti cabriolet van 1950 met een Farina carrosserie. Vreselijk een mooie auto natuurlijk. En dan gaan we nu naar iets anders toe. En dat is dan van deze tijd. En ja, dan komen we hier dus uit bij een Tesla 3. En nu is het 2019, kun je die kopen, die kon je kopen in 1950. Dus als we nou kijken wat nou de ontwikkeling van de auto is sinds 1950 qua modellering, kun je eigenlijk wel zeggen, we zijn er niet op vooruit gegaan. Tevens nu het einde voor Chantilly 2019. We hopen dat u weer van onze filmpjes genoten hebt. En abonneert u zich met de knop bovenin. Krijgt u ze gratis in uw e-mailbox. Bedankt weer.